plastic gebruiken, schat. Oké, okay, nou dat mag. Maar dan moet geen zin dat ik ook weer allemaal dingen moet gaan doen. Hallo, good morning! Hallo, goedemorgen! Ja, zo kan je het ook zeggen. Maakt het niet uit hoe we het zeggen. Nee. Komt op hetzelfde neer. Alleen hoe jij zegt in het Engels en ik in het Nederlands. Het is maandag vandaag! Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Monday! Wat zijn jij, jouw nieuwe ronde, nieuwe kansen voor vandaag? Voor mij, om weer plezier op te doen. Yay! Weer plezier hebben we vandaag! Goed zo! We zitten nu dus op 21 weken en 4 dagen, nog 129 dagen te gaan. De lengte van de baby is nu ongeveer 28,5 centimeter. Tip van de dag, ik moet alweer plassen. Ja, dat klopt. Ik moet op het moment heel erg veel plassen. Af en toe kan de baby heel actief zijn. Ja, vooral als ik inderdaad 's avonds op de bank of op bed lig. Je komt vanaf nu elke week ongeveer een halve kilo aan. Nee, oh my god. Kunnen jullie dit lezen? Nou, dat belooft wat. Maar gelukkig ben ik vandaag niet aangekomen deze week. Ik heb net al eventjes het huis helemaal gedaan. Stofgezogen, gedweld. Keuken opgeruimd. Je kent het wel, was je erin gedaan. Alles zoveel mogelijk snel op de maandagochtend wegwerken. Zodat ik daar niet de hele dag nog tegenaan zit te hikken. Het plan om dat op zondag alvast te doen is dus deze week weer niet gelukt, helaas. Maar goed, maakt niet uit. We gaan verder met de dag. Ik kan het allemaal nog wel inhalen. Ik was vrijdag niet zo lekker, dat had ik wel verteld. En had ik eigenlijk in het weekend weer niet echt heel erg. Maar vanochtend wel weer een beetje. Het gaat echt met dit zo een beetje. Dus ik ben nog steeds niet echt ziek geworden. Maar ik zit er gewoon elke keer een beetje tegenaan. En dan doe ik er wat rustiger aan. En dan ben ik bijvoorbeeld weer een dag dat ik veel buiten ben. En dan komt het weer terug. Dus het is gewoon echt, denk ik, de winter, de kou die er een beetje in komt. Dus, maar verder gaat het heel erg goed. Ik weet niet of mijn bloeddruk nog laag is. Want die wordt pas volgende week weer gemeten. Dus daar heb ik geen idee van. Ik ben wel nog steeds, wanneer ik bijvoorbeeld de trap oploop of een beetje druk ben, ben ik heel erg kortademig. Dat zullen jullie misschien ook wel merken in de vlogs. Dat hoor je wel aan mij. En nu bijvoorbeeld. En dan ben ik het aan het editen en denk ik ook, Disna, neem even wat meer rust en de tijd om wat te vertellen. Maar goed, dus dat wel. Maar verder heb ik nergens last van. Tadaa! Deze die had ik vorige week gekocht bij de Bershka. En ik dacht dat is wel leuk. Want die kan je gewoon lekker omhoog doen. En dan komt die buik zo eronder vandaan. Zeker wanneer je buik groter wordt. Lijkt me dat heel erg leuk. En ja, met rokken vind ik ook wel heel handig om te combineren. Want die kan je lekker hoog doen. En dan hou je toch nog een beetje die taille. Zodat je iets langer lijkt. Tadaa, ik heb eindelijk mijn klok geïnstalleerd. Op mijn computer leek dus via een download iets te gaan. En even muesli eten. Ik ben even aan het opruimen geslagen in Jola de kamertje. Wat de babykamer ooit gaat worden. Hopelijk over maximaal 10 weken. Maar goed, hij is nu dus nog helemaal roze. Dat gaat allemaal wit worden. Maar ik begin nu alvast even met puinruimen. Dat is wel zo handig wanneer ze er niet is. Want ze heeft zoveel overbodige spullen. Dat is echt niet normaal. Sorry voor dit rare licht, maar Jola die zet haar eigen lamp. Deze, die zet ze altijd op een heel apart kleurtje. Heel irritant. En ik weet nu niet waar haar telefoontje is, waar die app op staat, waarmee ze dat kan veranderen. Oh,
wat zou ik blij zijn als dit helemaal wit is geschilderd. En de vloer een andere vloer is. En dat zou zo lekker fris leuk kamertje worden. I promise. One day you will see. Ik had net al helemaal zin om te beginnen met schilderen. Dus ik wilde ook die gordijnen er al afhalen. Maar toen greep Bart even in. Die vindt dat niet zo'n goed idee om dat nu al te doen. Want die stelt dat het alles liever uit tot het laatste moment. Maar dan doe ik het gewoon lekker zelf. Dus ik ga morgen gewoon weer verder. Ik ga nu Jola ophalen. Nadeel van Sint Maarten is dat de kinderen natuurlijk onwijs zeuren om snoep. Omdat er zo'n hele pot verzameld snoep staat. Maar ja, voordeel is dan wel weer. Kan je maar beter gewoon helpen dat die pot snel leeg raakt. Dus dat waren weer een paar lekkere chocolaatjes. Zo, het is zo kom hem uit te laten. Hè? Dus hij mag best op zijn eigen pootjes lopen. Ja. Nog even. Zet meneer maar neer. Okay. Ga maar meneer. Ah, oh, komen we zo thuis. Wat lief. Daar ben ik. Helemaal in de stress omdat ik dacht dat mijn hond weg was. Oh, sorry, ik had helemaal niet gezegd dat ik Dexie mee had. Bart is meer echt Dexie's baas, dus die is altijd heel erg geschrokken dan. Mij zal het waarschijnlijk niet eens opvallen. Of jawel, want ik zou denken, hey, dat is rustig. Ik zal Jola gewoon een keer meenemen zonder iets te zeggen. Ja, dan schrik ik ook wel heel erg, ja. Maar ja, eigen schuld, ik wil het. Ja, hij had het verdiend, aangezien hij niet lief was. Nee, hij was het er niet mee eens dat ik je kamer al helemaal ging opruimen. Nou, ik vond het een beetje onnodig om het ook nog erbij te doen. Terwijl dat zou super druk hebben. Nee, ik heb nu gewoon energie. Ik wil nu mijn energie gebruiken, schat. Oké, nou dat mag. Maar dan moet geen zin dat ik ook weer allemaal dingen moet gaan doen. Nee, maar dat hoeft hij helemaal niet. Oké. Zo. Dat is in ieder geval voor nu eventjes. Dus straks allemaal makkelijker weg wanneer we gaan schilderen. We hebben vandaag krieltjes, doppertjes en worteltjes, vegaburger en een kaasburger. Yay, het Sinterklaasjournaal is er weer. Verrassing in het Pieterhuis en Sinterklaas komt zaterdag aan in Doppel. Zelf, dus we gaan eerst kijken op zee. Gaat dat lukken? Zo, ik ga lekker weer een keertje naar mijn eigen yoga. Betekent wel een beetje powerachtige yoga, maar ik denk wel dat ik het aan kan. Let's go! Zo, ik zit weer op de bank. Sorry voor deze geluidsoverlasten van Turbo, druk Bart, die het zogenaamd overal te druk voor heeft. Ik voel me heel 18. Huh? Ja, dat krijg je ervan. Het is een breakdown. Te lang achter elkaar gespeeld. Anyway, yoga was echt super. Heerlijk weer. Ik wilde er nog wat over zeggen, maar ik ben vergeten wat. Oh ja, wat ik wel merk is, als je zeg maar van een forward fold, dus dat is dat je helemaal voorover gebogen staat, in één keer naar een mountain pose moet komen, dan moet je dus helemaal omhoog komen met je arm omhoog. Dan voel ik wel een beetje dat ik duizelig word. Dus dat moet ik nu ook even iets minder enthousiast doen of niet meer doen. Maar voor de rest ging het allemaal wel goed. Zelfs de krachtoefeningen gingen nog goed. Ja. Dus Bart en ik gaan nu even een serietje kijken. We kijken nu, hoe heet die serie eigenlijk? Niet Speed. Niet voor Speed. Huh? Ja, nee, wat gaan we, wat kijken we vanaf gisteren ook weer? Hollands Hoop. Hollands Hoop. Leuke serie. En we hadden heel seizoen 1 nog niet gezien, dus die zijn we nu vanaf het begin aan het kijken. Wij kijken altijd alles terug via NL Ziet, via mijn moeders account. Nou, wel trusten. See you later. Oh, dit geluid door. Trusten. Oh nee, fijne dag. Dankjewel voor het kijken. Abonneer hier voor meer. Doei doei!